Hey, van harte welkom bij het wekelijkse vlog van C-Central. Dit is inmiddels nummer 2 al. Ik heb jullie beloofd dat ik elke week een vlog voor je op ga nemen. Een vlog waarin ik met je nadenk over hoe je een meer creatief leven kunt leiden vanuit meer flow en waar meer muziek in zit. En ik heb de vorige keer met je gedeeld dat een van de belangrijkste dingen om zo'n soort voornemen te laten slagen is just showing up. Je zet een intentie en vervolgens ga je ervoor. Maar hoe bedenk je nou welke intentie je zou willen zetten? Hoe kom ik hierbij en wat bedoel ik? Ik wil eerst eventjes een voorval met jullie delen. Dat bij ons gebeurd is dit weekend. Wat me ergens wel heel erg raakte en waar ik met je over na wil denken. Kijk, wat er aan de hand is. Onze oudste dochter, die gaat weer naar school. Want wij zitten in de regio Midden. Dus wij zijn vorige week alweer begonnen. En zij gaat inmiddels naar de derde van het gymnasium. En dit is het jaar waarin er blijkbaar nagedacht moet worden over profielkeuzes en allemaal van die mooie, hele grote ideeën over ja, wat wil je worden en welke keuzes maak je en allemaal van dat soort dingen. Nou had de school echt een heel erg leuk idee. Wat ze namelijk aan de leerlingen gevraagd hebben, is dat ze een stageplek moesten regelen. Ze mochten 3 dagen meelopen met iemand die een werk uitoefent, een beroep heeft, wat dan ook, om kennis te maken met het werkende leven. Nou, nu vind ik dat op zich natuurlijk echt helemaal geweldig, want het is super cool om dingen te beleven, zodat je helderder krijgt waar je staat en wat jij eigenlijk vindt van dingen. Maar wat gebeurde er nou bij onze oudste dochter? Zij schoot echt compleet in de stress van die gedachte. Van puur de gedachte van, oh, ik moet nu dus kiezen. Ik moet keuzes gaan maken die blijkbaar een heleboel teweeg gaan brengen voor de rest van mijn leven. Ik moet het nu weten. En wat ging zij vervolgens doen? Ze ging helemaal berserk in het bedenken van mogelijkheden en weet ik het wat. En uiteindelijk, ze heeft een stageplek gevonden hoor. Wees niet bang, het is helemaal goed gekomen. Maar wat ik haar zag doen, is dat ze heel erg gefocust was. Allereerst op een bepaald doel, waarvan zij dacht dat de bedoeling was. En dat ze maar doorging. En dat ze maar doorging met dingen bedenken en regelen en weet ik het wat. En dat ze eigenlijk compleet vergat dat zij er ook nog was. En dat het misschien wel zo is dat plannen en afspraken maken en naar buiten treden hele belangrijke dingen zijn om te ontdekken wat je wil. Maar dat het belangrijkste is dat jij zelf ook nog mee kan komen. Wat bedoel ik? Kijk, op het moment dat jij eigenlijk alleen maar bezig bent met de buitenwereld en dat je aan het kijken bent om je heen hoe dingen zouden moeten en je reageert op elk appje dat er komt of er komt weer een mailtje of er is weer een nieuwsitem waar je door geraakt wordt of dit of dat of zus of zo, ben je eigenlijk alleen maar om je heen aan het kijken en haal je daar je kompas, je stuur vandaan en dat werkt gewoon niet. Wat er bij haar ook gebeurde is dat ze compleet in de stress schoot. Ze raakte zichzelf kwijt. En uiteindelijk denk ik dat dat de basis is van hoe je een burn-out kan krijgen. Namelijk alleen maar bezig zijn in de actie, actie, actie. En de ene actie leidt naar de volgende en de volgende en de volgende. En het idee hebben dat het hem uiteindelijk op acties neerkomt om te slagen. Terwijl wat er vervolgens vergeten wordt, is dat de echte lijn deze mag zijn. De lijn van inspiratie die tot je komt, die landt
En die jij intern verwerkt en die je vervolgens kan gaan belichamen. Anders gezegd, misschien minder zweverig, we vergeten heel vaak dat we ook nog een lijf hebben. Ik denk dat wij in onze maatschappij eigenlijk bijna zijn gaan denken dat wij een soort rondzwevende hoofden zijn, die productief moeten zijn en die doelen moeten hebben en die succesvol zijn op het moment dat we da. En we vergeten dat we een lichaam hebben. And that's just not what life is all about. Vanmorgen kwam er een liedje voorbij in mijn Spotify van Simon & Garfunkel. En ik weet de titel eigenlijk niet van het ding. Maar de strekking van dat liedje is feeling groovy. En de eerste zin is al, slow down. You're moving too fast. You gotta make the morning last. En ik denk dat de strekking van dit alles is. Weet je, je kan wel de hele tijd bezig zijn met het volgende en het volgende en het volgende. En ervan uitgaan dat het pad om jezelf te ontdekken een pad van acties is die de hele tijd maar doorgaan. En dat jij dus maar door moet gaan. Maar wat als een actie ook is dat je stilstaat en dat je gewoon eens ruikt aan de rozen en dat je eens om je heen kijkt en dat je gewoon geniet van het feit dat jij een menselijk wezen bent. Richard Branson, dat is de topman van Virgin en eigenlijk een hele bekende, succesvolle ondernemer, die heeft ooit eens gezegd, there is a reason we are called human beings and not human doings. John Lennon, die ken je vast ook wel, die kreeg op school ook ooit eens de vraag van wat wil jij doen met je leven? En zijn antwoord was, ik wil gelukkig zijn. Toen kreeg hij terug van zijn leraar, ik denk dat jij niet helemaal begrepen hebt waar deze opdracht over gaat. En zijn antwoord was, ik denk dat jij het leven niet begrijpt. Wat wij onze oudste dochter hebben meegegeven, is dat het niet zozeer uitmaakt wat ze kiest op het moment dat zij het maar doet vanuit hier en vanuit haar ziel en dat ze kiest voor waar ze echt blij van wordt. Want weet je, je kan elke keer, sterker nog, je kan eigenlijk elke 10 seconden een andere keus maken. Ik las ooit eens een artikel en dat ging over mensen die gevraagd werden aan het eind van hun leven wat nou dingen waren waar ze spijt van hadden. Het bijzondere was, geen één van hun zei, ik ben zo blij dat ik die deadline gehaald heb. Ik ben zo blij dat ik de hele tijd maar hard gewerkt heb en dat ik superveel geld heb vergaard en dat ik heel succesvol was voor de buitenwereld. Nee, de dingen die ze aangeven was, ik heb er spijt van dat ik niet meer tijd met mijn kinderen heb doorgebracht. Ik heb er spijt van dat ik mijn dromen begraven heb. Ik heb er spijt van dat ik niet ben gaan zingen. Ik heb er spijt van dat ik niet ben gaan schilderen. Ik heb spijt van dat soort dingen. Van die dingen die ons mens maken. Ik denk dat wij mensen in de eerste plaats creatieve wezens zijn. En creatieve wezens zijn er om iets te maken van wat we beleven. Maar om dat te kunnen doen, zullen we wel eerst moeten beleven. En net zoals het met je ademhaling zo is. Je ademt in. Vervolgens is er een pauze en je ademt weer uit. En er is een pauze. Die natuurlijke flow van onze adembeweging, die kent het ook al. Daar zitten gewoon natuurlijke rustmomenten. Eb en vloed heeft dat ook. De golfbeweging heeft dat ook. Een golf komt aan op het strand. Er is een korte pauze en de golf trekt zich weer terug. We kennen seizoenen. In de winter doet een boom hele andere dingen als in het voorjaar, als in de zomer, als in de herfst. En het is een beetje zot om van een boom in de winter te verwachten dat hij walnoten produceert, als het een walnootboom is.
Ik noemde het woord burn-out al. En ik denk dat dat een volksziekte is op dit moment. Want hoeveel mensen lopen er wel niet overbelast, overprikkeld rond met een idee van het is me eigenlijk te veel en ik ben niet happy meer en ik kan het niet meer en voel me diep ongelukkig. Ik denk dat de kern daarvan hem zit in dat je niet meer durft te koersen op wat je eigen ziel fluistert. Dat heel veel mensen de connectie met hun bron kwijt zijn, de connectie met hun lichaam. En we leven natuurlijk ook in een maatschappij waarin heel veel prikkels is en waarin we denken dat er heel veel van ons gevraagd wordt. En waarin het best heel lastig kan zijn om überhaupt te overleven. Wat ik wel weet, is dat je nooit, nooit, nooit gelukkig gaat zijn, geluk gaat vinden, wanneer jij de hele tijd maar bezig bent met de toekomst. Alleen maar de toekomst, alleen maar de toekomst. Of misschien alleen maar het verleden. Weet je, dat zijn dingen die uiteindelijk alleen maar bestaan in je mind. De toekomst is er nog niet. Het verleden is al geweest. Wat je kan doen, is de lessen leren die er te leren waren uit het verleden. En op dit moment focussen op what sparks joy. Dus, wat wij onze oudste dochter gevraagd hebben, is van lieverd, wat als jij je eens gaat afvragen, of wat als je je eens niet gaat afvragen, wat wil ik toch met mijn mooie leven, met mijn ene kostbare leven, wat wil ik daar toch mee? Voel je die druk die daarop zit, die zwaarte die dat met zich meebrengt, alsof als je die vraag niet goed beantwoordt, dat je iets mist en dat je faalt en dat je leven voor niks is? Wat je kan vragen, zeiden we tegen haar, wat wil ik in mijn leven? Wat wil ik in dit leven? Wat die vraag namelijk doet, is dat het de weg opent voor al die mooie goodness die jij graag zou willen ontvangen. Al die dingen waarvan mensen aan het eind van hun leven gaan zeggen, oh, hier had ik meer van willen doen. Dus ook voor jou, op het moment dat jij je overbelast voelt, of je voelt je meegezogen in de waan van alle dag. Doe al je media eens uit. Je telefoon kan echt uit. Die kan aan de kant. En stel jezelf gewoon eens de vraag, terwijl je aan het niksen bent. Hoe fijn is niksen wel niet? Gewoon zitten op een stoel met een kop koffie. Een beetje voor je uitstaren. Een beetje dromen. En dan dromen over, wat wil ik in mijn leven? Misschien komt er dan wel naar boven een bepaalde oude droom van, oh, het zou zo leuk zijn om weer eens te schilderen. Oh, hoe zou het toch zijn om een album te maken? Of te gaan zingen? Ik heb misschien nog helemaal geen idee wat ik daar eigenlijk mee wil. Alsof je dat zou moeten weten. Maar het lijkt me zo leuk om weer te gaan zingen, bijvoorbeeld. Hoe ik sinds een paar jaar mijn leven leid. En dan moet ik erbij zeggen, dit is echt niet hoe het begonnen is. Hè? Ik ben ook opgegroeid op een manier dat ik heel erg bezig was met wat wordt er van me verwacht. En hoe kleur ik netjes binnen de lijntjes. En wat is nou een verstandige studie om te gaan doen, zodat ik een baan kan hebben. Zodat ik in mijn levensonderhoud kan voorzien. En nou, weet je, I know how it works. Ik weet ook wat het is om verschillende burn-outs meegemaakt te hebben. I did that. Didn't like it. Het was geen fijne plek om te zijn. Wat ik tegenwoordig doe, is dat ik op elk moment gewoon de energie volg. En dat kan alleen maar omdat ik focus op deze lijn. Dus het voelen van mijn voeten. En het voelen van mijn zitvlak. En het volgen van de behoeften die via mijn lichaam naar boven komen. Als ik voel dat ik moe word, neem ik rust. Als ik voel dat ik dorst krijg, ga ik drinken. Als ik voel dat ik trek heb in iets te eten, ga ik mijn lichaam vragen, waar heb je zin in? En het leuke is, zo heb ik vorige week, want ik ben natuurlijk weer officieel begonnen met
werk. Wat voor mij dus al lang geen werk meer is. Dat snap je inmiddels misschien wel. Maar ik had voor mezelf de intentie gezet van ik wil voor het eind van het jaar 10 songs geschreven hebben en daar demo's van opgenomen. Want ik voel dat ik heel graag een eigen album wil maken. En ik weet inmiddels dat op het moment dat ik hem echt voel en ik ga ervan aan en it sparks joy, dat dat de dingen zijn waarvoor ik mijn agenda mag trekken en daar gewoon tijd voor mag reserveren. Dat is ook hoe deze vlogreeks ontstaan is. Daarvan voelde ik ook. Ik wil een platform creëren waarin ik je kan inspireren om meer te connecten met jezelf. En gewoon een meer muzikaal en creatief leven te leiden. That's what I want. Nou, wat wil ik daarvoor doen? Elke week gaan zitten voor de camera en gewoon babbelen over het leven, creativiteit, creatieve flow, noem het maar op. Maar goed, even terugkomend op mijn voornemen om dat album te schrijven. Ik dacht, ik ga dat een beetje chill doen. Ik gun mezelf de tijd, want ik wil mezelf ook niet opjagen. Creativiteit laat zich niet vangen. Creativiteit mag je uitnodigen. Op het moment dat jij een afspraak maakt met een muze en je gaat haar koesteren en je gaat eigenlijk met haar op date, dan bouwt zich een relatie op en zul je ook merken dat je teruggevoed wordt. I know that. En ik had dus bedacht, voor deze maand, augustus en september, wil ik 4 demo's opgenomen hebben. Nou, 2 liedjes daarvan zijn al klaar, 2 moesten nog gemaakt worden. Ik dacht, nou, tot eind september, dat moet lukken. Ik had mezelf tot eind september gegeven daarvoor. Nu zijn wij 1 week verder. 1. En je raadt hem al, ik heb afgelopen week 1 nummer helemaal afgeschreven. 2 bestonden er dus al, daar hoef ik alleen nog maar video van op te nemen en het even uit te schrijven. En van een ander nummer, dan moet ik nog een klein beetje aan schaven en dan is die ook af. En dat is hoe het werkt op het moment dat jij connect met jezelf, die universele regels gaat volgen die er gelden voor een creatief proces en überhaupt het leven en de seizoenen en eb en vloed en noem het allemaal maar op. En je stelt je open voor de inspiratie en je voedt jezelf, dan kon het nog wel eens verrassend veel sneller gaan dat jij de dingen realiseert waar je werkelijk naar verlangt. Goed, ik ben heel benieuwd wat dit voor je oproept. En ik wil je dus ook uitnodigen om deze week geregeld stil te staan bij de vraag: wat wil ik eigenlijk in mijn leven? Je hoeft daar nog helemaal geen acties aan te koppelen. Ga je eerst maar eens gewaar worden van wat zit daar eigenlijk te kriebelen onder de oppervlak bij jou. Als je daar nou hulp bij nodig hebt, of je merkt dat je muur vast zit, of je denkt, oh Judith, ik vind het lastig, ik voel me geblokkeerd, wat dan ook, doe me even een berichtje, want ik help je er graag mee. Dat is eigenlijk de reden waarom ik deze vlogreeks begonnen ben. Ik wil jou helpen, eigenlijk om jouw potentie, jouw creatieve potentie te vervullen. Dus, wat als alles mogelijk is, zou jij in jouw leven willen? Wat wil je in je leven? Ik wens je heel veel plezier deze week. Enjoy life. Ga grossieren in fijne momenten. En ik zie je graag volgende week. Okido, bye bye.